Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met bruidswerk. We gaan weer een mooi bruidsboeket maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Want abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag gaan we dus weer een bruidsboeket maken, maar wel weer even iets anders dan dat we al hebben gedaan. We gaan vandaag namelijk aan de slag met een parallel bruidsboeket. Een wat langer bruidsboeket in de hoogte, wat we ook parallel binden. Dus ik zou zeggen, laten we gaan beginnen. Ik heb de bloemen al voor me neergelegd, die heb ik ook al mooi schoongemaakt, dus we kunnen gelijk aan de slag. Wat ik altijd handig vind bij het maken van een parallel boeket en wat ik altijd mooi vind, is om ook wat langere bloemen te kiezen. Ik heb bijvoorbeeld mooie delphinium, langere grasjes, maar ook lysianthus of eustoma. Ja, eigenlijk van alles. Daarnaast heb ik ook nog gewoon de standaard rozen en dat soort dingen. Maar vaak is het wel mooi om even wat langere bloemen daarvoor te kiezen. Ik heb ze dus allemaal al schoongemaakt. Het gaat vandaag niet om de kleuren en dat soort dingen. Al gaat het een heel mooi boeket worden, maar vooral om de techniek. Parallel binden is eigenlijk dat je de stelen langs elkaar heen legt. We hebben al korenschoof gehad, dan leg je ze elke keer schuin. Nu leggen we ze langs elkaar heen. Dus daar gaan we gauw mee beginnen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Ik heb de bloemen al schoongemaakt, dat scheelt alweer. En ik leg dus de bloemen langs elkaar heen. Zoals je kan zien, korenschoof leg je ze schuin, parallel leg je ze strak langs elkaar heen. En ik begin dus in de hoogte ook met wat langere bloemen. En vanuit daar bouw ik eigenlijk naar beneden. En ook zo er rondomheen. En zoals je kan zien, leg ik de stenen langs elkaar heen. Als je het makkelijk vindt, kan je af en toe eventjes hier bijvoorbeeld een klein tapeje doen. Zodat je hem strak langs elkaar houdt. Maar je mag hem ook gewoon compact vasthouden. Maar als je het voor het begin met oefenen, is dat vaak wel handig. Dan doe je tussendoor even een tapeje. En daar bind je gewoon weer verder. Daar zie je niks van, omdat je dan de stelen er weer naast legt. En dit kan je dan elke keer verder uitbouwen. Je wil natuurlijk dat aan alle kanten in je boeket mooi is. Dus het is belangrijk om af en toe eventjes te draaien. Eigenlijk zoals je met een korenschoofboeket ook doet. Zodat je aan alle kanten goed kan zien of die ook mooi is. Er mag geen blad in je bindpunt zitten. Dat blijft altijd. Wat voor boeket je ook maakt. En vanuit daar bouw ik dus weer verder en leg ik het strak langs de steel heen. Zoals je ziet begint het dan al mooi uit te bouwen. Bovenaan doe je het smal en vanuit daar werk je iets breder uit. En je kan het dan zo breed maken als je zelf wil. Ik voeg er ook andere bloemen toe die niet per se lang zijn. Zoals mooie roosjes. Ik heb een mooie anje, een mooi trosroosje. Zoals je ziet bouw ik hem dan verder uit. Ik kijk weer goed naar de verdeling van de kleuren en de bloemen. Als het nodig is kan je soms een bloemetje of een blaadje eraf halen. En bovenaan is het smal en je werkt iets breder uit. En zo breed als jij zelf wil. En je legt de bloemen langs elkaar heen. Zoals je ziet is mijn pinpunt recht. En als je het mooi vindt, mag je best wat bloemetjes uit laten springen. Dus het hoeft niet zo strak als een bierenmeier. Thank you.
ik vind het dan mooi om aan het eind het iets breder nog te hebben. Dus daar bind ik hem er wat meer naast, zodat ik elke keer naar onderen ga. Zoals je ziet bouw je hem dan eigenlijk al heel mooi uit. En je kan hem dan eigenlijk zo ver, zo lang maken als je zelf wil. En zo ver uitbouwen als je ook zelf zou willen. Je legt dus elke keer de bloemen er parallel naast. Dus met de stelen naar beneden. En ik vind het dan mooi om het aan de onderkant ietsje breder te doen. Vaak een mooie roos of iets. Ervoor te gebruiken. Ik vind hem zo heel erg mooi. Hou er ook rekening mee dat een bruidsboeket niet te groot wordt. Afhankelijk van hoe groot de bruid is, hou ik daar vaak wel rekening mee. En de wensen natuurlijk. Je kan hem onderaan nog even afwerken met bijvoorbeeld wat asparagus. Of denk aan wat galaxblad. Eucalyptus kan je eventueel ook gebruiken. Wat je zelf leuk vindt om daarvoor te gebruiken. En dan knip je hem eigenlijk op dezelfde manier af. En bind je hem eigenlijk op dezelfde manier af als het vorige bruidsboeket. Mooi met een lintje eromheen. Ik doe vaak eerst even wat caoutchouc. Zodat je dat de stelen niet afgeven op het lint. En het lijkt ook gewoon heel erg netjes. Ja, en op deze manier heb je eigenlijk een heel mooi gebonden parallelboeket. Eventueel kan je ook afwikkelen met touw. Vaak doe ik er nog wel caoutchouc onder. Hoeft niet per se. Maar dat doe je door eigenlijk gewoon echt flink te wikkelen met het touw. En hem zo mooi af te werken. Wat veel voor gekozen ook. En heel erg leuk. Beetje de vintage stijl. En dan hebben we een heel mooi bruidsboeket. Je kan hem dus afwikkelen zoals ik nu heb gedaan met touw. Je kan hem eventueel met lint afwikkelen. Ga daarvoor naar de video van het Biedermeierboeket. Het Biedermeierbruidsboeket. Daar leg ik dat stap voor stap uit. Vaak doe ik de caoutchouc onder. Met touw hoeft dat eventueel niet, maar kan wel. Net wat je zelf fijn vindt. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke les vonden. En dat ik jullie weer wat heb kunnen leren. Zo stap voor stap uitgelegd hoe je een parallel boeket maakt. Het is belangrijk dus dat je je bindpunt weer hoog houdt. Dat je van boven naar beneden werkt. Vaak kies ik voor wat langere bloemen. En zo kan je hem verder uitbouwen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doeg!